Ja, Eenvoud is dus het eerste liedje van de cd, laten we het thuis noemen. Daar hebben we bewust voor gekozen eigenlijk. Want dat nummer is tevens ook het openingsnummer geweest van de Poetry Musica Tour. Ik had het vorig jaar december geschreven, denk ik. Precies een jaar geleden. En ik wilde graag een openingsnummer schrijven. Dus iets waarin ik heel veel over mezelf ook zou kunnen vertellen. En dat werd Eenvoud eigenlijk. Het ontstond heel natuurlijk. Het gaat er meer om terug te keren naar jezelf. En dat ook een beetje de belangrijkste thuishaven eigenlijk is. Uiteindelijk ben je toch op jezelf aangewezen. Wat er ook mag gebeuren in het leven. En ik kan me daar nog steeds wel heel erg in vinden. En het is sowieso, het is wel een cliché. Maar het zijn altijd wel de kleine dingen die het nog blijven doen. Ik kan enorm genieten van de simpelste dingen eigenlijk. Gewoon een drankje in de stad, een mooi optreden, een goed gesprek met iemand. Daar hecht ik veel meer waarde aan dan wat dan ook eigenlijk. Ik denk dat dat wel een beetje de kern is van het liedje Eenvoud. We hebben dat afgelopen zomer, heb ik het samen met Jelmer Westra opgenomen in Friesland. Het was mega relaxed eigenlijk. Het was een paar warme zomerdagen. We gingen heel vaak weg de natuur in, et cetera. En tussendoor namen we dus dat liedje op. En ik wilde daar heel graag een orgel bij. En op een moment haalde Jelmer een prachtige, soort beetje Hammond-achtige geluid. Dat hoor je nu terug in het refrein. Ik ben er zielsgelukkig, ik ben er heel blij mee hoe dat klinkt. Ja, tof.